Ja, je zit eigenlijk constant in de schaatshouding. Dus ik ben nu een uurtje bezig en ik heb één rondje gedaan. En in de winter gaat het hopelijk ietsje sneller. Het is een behoorlijke klus. Het koten van de vloer van de nieuwe ijshal De Vliet in Leiden. Over 3 maanden opent de ijshal haar deuren en dan moet men natuurlijk kunnen schaatsen. Het werk aan de vloer van de schaatsbanen is inmiddels begonnen en dat gebeurt niet door professionals, maar door een groep vrijwilligers. Het is een vloer bij elkaar zo goed als 6000 vierkante meter. Die 6000 vierkante meter die schuren we met machines. Dat is reeds gedaan. Dat liep iets sneller dan dat we verwacht hadden. Daarna gaan we die vloer weer dweilen met dweilmachines, boendweilmachines, om er zoveel mogelijk stof verder van af te halen. Intussen hebben we hem al met een stofzuiger gezogen en daarna gaan we hem coaten. Door het inzetten van de vrijwilligers voor het coaten van de vloer wordt er een hoop geld bespaard. Wij wilden per se dat die vloer wit werd, dat hadden we ook zo afgesproken. En dan kunnen we witte beton laten storten. Nou, zoals je ziet ligt er geen witte beton. En uiteindelijk heb ik een compromis gesloten. Wij leveren de manuren en het bouwteam, dus de gemeente, de gebouweigenaar, die levert ons de verf. En om je een idee te geven, we hebben het dan over een kleine 60.000 euro verf. En we verwachten wel een ton aan arbeidsloon te besparen. In de nieuwe schaatshal schaatsen straks 24 verenigingen vanuit de hele regio. De vrijwilligers komen dan ook vanuit deze verenigingen. Het is een beetje monnikenwerk, maar het gaat goed. Nou ja, dan moet de stof moet overal weg, want het moet, later moet het geverfd worden. Dan moet de stof vrij zijn. Dus we zijn daar lekker aan het bezemen. Ik heb al die jaren geschaatst in Leiden, in de Menkenhal. En omdat ze vrijwilligers nodig hadden, dacht ik van, daar moet ik toch wel wat voor over hebben. Want ik heb altijd met veel plezier daar geschaatst. Nou ja, ik ben secretaris van de vereniging, schaatsvereniging Koude Kerk. En we hebben heel veel jeugd die normaal gesproken in de oude schaatshal schaatsen. Dus die gaan er hier naartoe. Dus ja, daar doe je het een beetje voor de jeugd. Omdat de baan gedraaid wordt door vrijwilligers. Dus dan betekent het gewoon dat je je steentje bij gaat dragen. De klus moet in de periode van 20 juli tot 20 augustus geklaard worden. Gelukkig loopt het team ruim voor op schema. Nou, het verloopt heel voorspoedig. We hadden gerekend uiteindelijk om minstens 2 weken te schuren. We waren na 3,5 dag met dat schuren klaar. Dus we lopen ruim voor op het schema. Het is de planning dat we gewoon in de bouwvak klaar zijn. Dus we hebben nog royaal 2 weken. Op 7 oktober zal de nieuwe ijshal dan officieel haar deuren openen.